Yo allemaal, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik weer Formule 1 2019. Dit is aflevering 16. Ja, en we gaan volgens mij naar Spanje. Volgens mij. Dus ja, dat gaan we zo even zien. Maar hij zegt dat het, hoe heet het, Azerbeidzjan nog is. Maar dan komt volgens mij dat meisje. Maar ja, daar gaan we. Tum tum ta da 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 na 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 tum 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 ba da ba da ba da ba da bum bum ba da ba da 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 dum 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 dum. Waarom doet dit zo? Ja, kijk, zie je? Azerbeidzjan, maar dan. Ja. Als ik het in je career doe, dan gaan we gewoon van de race weg. Dit is niet de racer. Maar we gaan naar Espanol. De Spanje. Hier. Yeah, boy. Hey. Epa. Oh no. It's time for us to renegotiate your contract. Here you can see the current deal. Once negotiations begin, the team will make you an offer. You can accept if you like, but I strongly suggest we push for better terms. So? Yeah. Okay, that proposal looks good. It seems all parties are happy with the deal, so it'll commence at the next race weekend. Okay. Zie je, volgende race is Spanje. Ja, Espanol. Not much to go over. Okay, not boya. Advance, here we go. Wacht. Zie je? Ik wist het. Nou, hier ga ik denk ik ook weer gewoon eerst in worden.
go. Okay. If it were me, this is probably what I'd invest in. Okay. Oké. Okay. Wacht. Hoe lang duren die dingen? Hier. 1 week, dus. Wanneer is dit klaar? I know when it is klaar is. En deze 3 weken. Wow, yo. Hé, maar we staan wel bovenaan. Hier staan we ook bovenaan. Hier staan we derde. En hier weet ik niet. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar practice 1. Ook trouwens, like en abonneer als jullie dit een leuke serie vinden. En ja, als jullie dit een leuke serie vinden, like en abonneer. Dus ja. It's practice time here at the Circuit de Barcelona Catalunya as we head out for the Spanish Grand Prix. Soon enough, the teams will be heading onto the track for what will no doubt be a really interesting day of practice. A lot of focus is naturally on the drivers, but it's really important for the mechanics to get everything right as well, as one little mistake could cost the team and one of their drivers the race result. These guys are so meticulous and they train and perfect everything that they do. Without question, they feel the pressure in the same way as the drivers, and they share the responsibility to ensure that the car makes it to the end of the race. Some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Flying lab, yeah. Okay, the hammer. Spaanse baan. Ja, en gelijk alweer. Nope. Return to garage. Dag leek alweer. Russell, nu verpesten mijn hele baan. Zo. Echt wezen. Ik weet niet of jullie het goed kunnen horen, maar ja. Ik kan mezelf moeilijk niet goed horen. Ik heb namelijk een draadloze headset. Maar ik ga het. Allereerst de terrasse. Oh wauw, we hebben nog twee terrasse. Nee, oeh, gelukkig. Okay.
looking good. Now let's try for purple. You'll get a bonus for consistency if you can chain good corners together. Nice, folks. Yeah, and ja, en daar gaat het fout. Kak. Ja, gras. Gras is heel irritant. Return to garage. Zo. Car repairs have set us back a little. Oké, nou dan gaan we tire management. My lap. Pace is good, and tire wear was okay on the last lap. Ja joh, hoe dan? Hoe gleed ik daar weg? Okay, we can take you this lap.
so, and let's choke with D. We've had to spend time repairing the damage to the car. Nou, dit ga ik sowieso niet goed krijgen. Dat fuel management. En dan ga ik alweer. Bro, wat is dit? Wat is dit, man? Met elke keer met die bocht, dat heb ik altijd. Car repairs have set us back a little. ARS management. Ik ga echt geen fuel management doen. We're buying them. Energy management is in the right ballpark and pace is good. We hebben even de hem gehaald. Haha. Too much energy over the lap, use less intensive deployment modes to maintain more charge.
okay. You're in the top 10. Right, come in at the end of this lap. Come in this lap, please. Box this lap. Yeah. Okay, take it easy on the car. We can't sustain this level of damage. Oh, Jay-chan. Holy dang. So... Well, Arch is there. The session has drawn to a close, so let's review our top three. A Mercedes, Weber, and... Let's go. I am in first place, boy. Wacht even hoor. Ja, daar ben ik weer. Hallo, hallo. Oh. Sorry hoor. Jongens, dit was het voor de video. Like en abonneer. En ik zie jullie bij de volgende video. Later!